Een bekend verhaal in de boeddhistische traditie, vooral in Zuidoost-Azië. En zijn naam die wordt zo gespeld: Dikawu. Of in sommige teksten Dikayu. En waarschijnlijk is een van de twee het origineel. Maar ze worden tegenwoordig allebei gebruikt in de boeddhistische landen waar dit verhaal wordt verteld. Ik ken de Chinese naam niet, maar dit zijn de namen die in Zuidoost-Azië worden gebruikt. En Dikawu, dat is een heel mooi verhaal, zo mooi dat ik me afvraag waarom er nooit een film van is gemaakt. En dat is een kort, dat kan ik heel kort vertellen of heel lang, maar gezien de aard van deze avond zal ik het kort houden. Maar het is wel een heel mooi verhaal. En ik ga dit gewoon afsluiten, zodat u elkaar wel kunnen zien. En dit verhaal, dat gaat over een man. En deze man, die heette Tikiti. Dat was de koning van Kosala. Dat was een deel van het huidige India. En deze man, die was niet echt heel erg strijdzuchtig. In tegenstelling tot een buurland. En dat was het buurland Benares, het huidige Varanasi. En dat is in India. En deze was een hele oorlogzuchtige koning onder de naam Brahmadatta. Nou, die naam hoef je niet allemaal te onthouden, want het zijn niet de hoofdpersonen. Maar de koning Dikiti, dus deze koning, die werd dus door de oorlogzuchtige koning, werd hij op een dag aangevallen. En zijn land werd plotseling, onverwachts, in beslag genomen. Veroverd en hij werd vervolgens, dreigde hij gevangen te worden gezet, dus hij moest vluchten. Alles goed? Iemand niezen? Dus hij moest vluchten met zijn vrouw, de koningin van Kosala. En ze gingen vluchten. En uiteindelijk de enige manier waarop ze in dit grote koninkrijk konden overleven, is, ze konden niet helemaal wegvluchten, dat was te ver. Ze bleven in het koninkrijk van deze oorlogzuchtige koning nu. En ze vermomden zich. En zo wisten ze te overleven. Ze vermomden zich als een eenvoudig ambachtelijk beroep. En ze hoopten dat niemand hen zou herkennen. En in deze vermomming, in dit verborgen bestaan, ondergedoken bestaan, wisten ze uiteindelijk een kind te baren. En dat kind heette Dikawu. En terwijl Dikawu nog vrij jong was op een dag, verraadde iemand de voormalige koning Dikiti, en die hem herkende. En deze persoon was iemand van het hof geweest en die verraadde koning Dikiti en zijn vrouw. En ze werden meteen door koning Brahmadatta werden ze naar de grote stad gebracht om terechtgesteld te worden. En daar was natuurlijk Dikawu bij. Maar niemand kende Dikawu, want niemand wist dat ze een zoon hadden. Want Dikawu die was op een andere plaats opgegroeid onder het toezien van een goede vriend van deze voormalige koning en zijn koningin. Maar natuurlijk, zodra hij hoorde dat zijn ouders, de voormalige koning en koningin, waren gevangen genomen, ging hij meteen naar de grote stad toe om ervoor te zorgen dat, dat misschien hij zijn ouders nog wel kon redden, maar dat was te laat al. Ze werden al meteen naar de plaats gebracht waar ze zouden worden terechtgesteld. Dat was een hele wrede koning. En koning Dikawu,
Dikavu, de jonge man, die zag zijn ouders naar het gerecht, naar de plaats van terechtstelling worden gebracht. Naar de martelinstrumenten van die tijd. Het was nogal wreed. Zou die worden terechtgesteld. En net toen, voordat ze werden weggevoerd, sprak hij zijn vader, terwijl er een enorme menigte was. En zijn vader zei tegen hem, Dikavu. Dikavu. Kijk niet lang nog kort. Haat kan nooit overwonnen worden door, oh sorry, kan nooit gestild worden door haat. Wel door alleen door geen haat. Liefde. En jullie kennen dit misschien van het bekende boek van boeddhistische spreekwoorden, wat wel bekend, wat wel 3 keer is vertaald in Nederlands. En dat heet de Dhammapada. Maar dat is alleen het laatste stuk van deze tekst. Dus dit laatste zinnetje. Kijk, niet lang nog kort, komt niets van de Dhammapada. Dit is dus een uitspraak van de Boeddha, die hij, terwijl hij dit verhaal vertelde aan zijn monniken, vertelde hij dus ook dit spreekwoord. Haat kan nooit gestild worden door haat, alleen door geen haat of liefde. Dit is zo'n bekend gevleugeld gezegde, gevleugeld spreekwoord, dat het ook buiten boeddhistische kringen heel veel ingang heeft gevonden. En meestal wordt het vertaald door liefde, maar het kan ook betekenen tolerantie. Het kan ook betekenen compassie enzovoort. Vergiffenis. En nu gaan we ons natuurlijk afvragen, wat betekent dat nou eigenlijk precies? En waarom zegt zijn vader dat? Misschien kan je er wel iets bij voorstellen. En Dikavu die snapte daar nog niks van, want hij was nog heel jong. En toen groeide hij op in vredige omstandigheden, want niemand had hem herkend en niemand wist wat zijn vader tegen hem brabbelde, want het was in een soort van code. En vervolgens werden zijn ouders terechtgesteld. Het was heel ernstig, ze werden in 4 gedeeld. En uiteindelijk moest Dikavu, die wist door de bewakers om te kopen, wist hij de overblijfselen van zijn ouders nog te kunnen bemachtigen. En wist hij die overblijfselen op een goede manier te cremeren. Zodat hij toch nog op een respectvolle manier zijn ouders kon gedag zeggen. Een heel triest verhaal, zul je zeggen. Maar er zit een staartje aan. Het is nog niet afgelopen. Dikavu die groeide op en die was geïnteresseerd in dieren. En die deed, wat hij heel graag deed, was zorgen voor olifanten. En hij maakte in die tijd, volgens de oude tradities van India, maakte hij gebruik van een muziekinstrument, een fluitje, dat hij speelde om de olifant tot het rust te brengen. Net zoals je soms wel eens een fakir ziet in de typische, soms nogal politiek incorrecte verhalen over het oude India, met een fakir die op een fluitje speelt en een slang komt uit een urn, of hoe noem je dat, uit een vaas. Dat is natuurlijk wel deels verzonnen en zo, maar er zit wel een deel van waarheid in. En het is inderdaad een oude traditie dat dieren werden getemd in India met muziek. En op deze manier was hij zo bekwaam dat elke olifant door hem kon worden getemd. En
Het verhaal gaat dat hij op een dag aan het spelen was, muziek aan het spelen was voor zijn olifanten. En dat de koning Brahmadatta dat toevallig hoorde. En hij vroeg zich af, wie is deze zeer bekwaamde olifantentemmer? En dat is zulke prachtige muziek. Want hij waardeerde het niet vanwege het temmen van de olifanten, maar hij waardeerde het vanwege de muziek. De kleur, de tonen. En dus beval hij, hij zei meteen, deze man die moet bij mij in het hof gaan werken. En dat is natuurlijk onhandig, want Tigavu, die was niet zo gelukkig met deze vrede koning Brahmadatta die zijn ouders had omgebracht. En dus moest hij met zichzelf in conflict, moest hij in een omgeving werken waarin de man die hij zo haatte, hem dagelijks voor het hof riep om muziek te spelen. Gelukkig hoef je als muziekspeler niet zoveel te zeggen, alleen maar te spelen. En dus kon hij zich nog een beetje bevrijden. Maar uiteindelijk was de koning Brahmadatta zo onder de indruk van hem, dat hij steeds meer een persoonlijke lijfwacht, persoonlijke assistent en bediende werd, tegen zijn eigen zin in. Maar ja, wat moest hij doen? Op een dag gingen ze op jacht. En terwijl ze op jacht waren gegaan, viel koning Brahmadatta in slaap onder een boom. En terwijl hij in slaap viel, was hij aan het dromen. En tegelijkertijd was deze Digavu, die ging bij hem, ging er een hele nare gedachte. Hij dacht, ik ben gewapend. Koning Brahmadatta ligt nu voor mij te slapen. Het is voor mij een hele kleine moeite om dit zwaard te trekken, en dat deed hij ook meteen, en hem te onthoofden. En er zal niemand weten wat er is gebeurd. En hij twijfelde. Hij trok zijn zwaard en net op het moment dat hij wilde toeslaan, dacht hij aan de woorden van zijn vader, die als het ware als een soort van innerlijke wijsheid opsprongen. Kijk, weet u dit nog? Ja, ja. Kijk niet lang nog kort. Haat kan nooit worden gestild door haat, alleen door liefde. En toen dacht hij, oh. En toen, maar hij was in worsteling met zichzelf. Soms hebben we wel eens die worsteling. Die worsteling in onszelf, dat er een goede kant is en een slechte kant in onszelf die met elkaar worstelen. En het is onduidelijk welke zal winnen. We worden allemaal wakker en dan willen we allemaal dingen gaan doen, maar er is tegelijkertijd die neiging om alsmaar op de knop te drukken en de wekker uit te stellen en niet wakker te worden. En die gewoontes die concurreren met elkaar. Gewoontes zijn altijd met elkaar aan het concurreren. En wat uiteindelijk ons karakter wordt, dat hangt er vanaf welke gewoonte het sterkst is. Positief dan wel negatief, constructief dan wel destructief. En Tigavu die stak zijn zwaard weer terug. Hij dacht aan de woorden van zijn vader en we weten nog niet wat het dan voor hem betekende. Maar vervolgens keek hij weer naar die koning en hij trok weer zijn zwaard. Hij kon zijn boosheid niet bedwingen. En toen dacht hij weer aan het portret, dus het laatste blik van zijn vader, en deed hij weer zijn zwaard terug. En toen een derde keer. En natuurlijk, je kunt je voorstellen dat als iemand aan het dromen is en hoort geluiden van zwaarden, dat hij natuurlijk dat het een hele nachtmerrie wordt. Dus het koning Brahmadatta had een nachtmerrie dat de zoon van koning Dikati, die ooit was omgekomen, die hij zelf had veroordeeld, dat hij hem nu kwam doden. En in zijn droom wist hij nog niet wie dat was. En toen, op dat moment, werd hij wakker. En voor hem stond zijn geliefde bediende, maar nu met een hele kwaaie blik en een zwaard in zijn hand. En toen zei deze geliefde bediende, weet u wel wie voor u staat?
Ik ben niemand anders dan de zoon van koning Diketi. En ik ben hier nu. U bent onbewapend. Ik ben gewapend. En koning Brahmadatta, die bleef stilstaan. Die was volledig geschokt. En hij, koning Dikavu, wist ook niet wat hij moest. Ze bleven zo stil naar elkaar kijken. En op dat moment zei Dikavu, zei Brahmadatta, die smeekte om zijn leven. En Dikavu, die dacht aan de woorden van zijn vader. En plotseling begreep hij eigenlijk wat de woorden betekenden. En zoals ze in Vlaams zeggen, de frank die viel. Of zoals we in Nederland zeggen, de gulden of het dubbeltje viel. Kwartje. Kwartje, pardon. Kwartje, ja. De euro. Kwartje. En nu, op dat moment was hij dus in feite, begreep hij wat de woorden van zijn vader waren, zijn wijze vader. En toen dacht hij op dat moment, u bent de koning, zei hij. U bent de gever van het leven aan de mensen in de samenleving. U bent degene die elke dienaar van u de kans geeft een mooi leven te leiden. U bent degene die het leven geeft. Geeft u mij het leven, ik geef u het leven. En we houden hiermee op. En toen vertelde hij de woorden van zijn vader. En ze gingen terug naar het hof. Ditmaal in vrede met elkaar. En toen begreep de koning Brahmadatta dat niet. Wat zijn die woorden? En dat is maar goed ook, want wij begrijpen het ook niet helemaal. En toen vroeg hij aan Dikavu, wat bedoel je met die woorden? Waarom heb je besloten me niet te doden? Je kon me doden, je hebt het niet gedaan. En toen zei Dikavu, kijk niet lang nog kort, ik begrijp het ineens. Kijk niet lang betekent dat als we naar onze leven kijken, dan moeten we niet ons door boosheid laten leiden. Als we ons door boosheid laten leiden en we kijken lang, wil dat zeggen dat we ons hele lange tijd in wraak, in wrok laten leiden. Dat we als het ware iemand gevangen houden. Hij zei het niet in die woorden, maar goed. Iemand gevangen houden in onszelf. Zo boos zijn we op iemand. En die wrok, die wraak, dat blijft. En op die manier kijken we lang. Boosheid, worden we heel lang boos op iemand. Zo kunnen we soms wel heel lang boos zijn op iemand. Kijk niet lang, zeggen we in het Nederlands, of zeggen ze in de Bijbel wel, laat niet de zon over uw toorn gaan. Oftewel, wees niet nooit boos langer dan een dag. Kijk niet kort, wil zeggen, zelfs heel kort kan boosheid heel gevaarlijk zijn. Want boosheid kan ons in een moment van onbedachtzaamheid iets doen zeggen, of iets doen waar we later jaren spijt van hebben. Daarom is boosheid, er is niets goeds aan. In de woorden van de Boeddha. Dus, op die manier begreep ik het. En toen dacht ik aan de woorden van mijn vader. Haat kan nooit gestild worden door haat, alleen door liefde. Wat ook de woorden van de Boeddha zijn. Of eigenlijk oorspronkelijk de woorden van de Boeddha. En dat is natuurlijk, spreekt het voor zichzelf. Maar hij legde het ook nog even uit aan de koning. Hij zei, als ik u had gedood, dan zouden misschien op een dag zou iemand van u mij weer doden. Of zou iemand van uw volgelingen mij weer doden. En dan zouden mijn volgelingen weer u doden. En zo houdt het nooit op. De strijd blijft eindig nooit. De Chinese wijsgeer Confucius die zei ooit, als je wraak wil, als je uit bent op wraak, graaf dan 2 graven voor jezelf en de ander. Dus dit was een hele belangrijke uitspraak. En ineens snapte Dikavu het. En daarom had hij dus niet koning Brahmadatta gedood. Koning Brahmadatta was zo onder indruk van zijn wijsheid, dat hij zijn land weer terug aan hem schonk. En zo werd hij alsnog de koning van Benares, of de koning
van Kosala weer. En de koning van Benares, die liet hem met rust. En zo leefden in vrede met elkaar. En dit verhaal vertelde de Boeddha aan zijn monniken die met elkaar in conflict waren gekomen. De eerste keer dat er een schisma, dat er een splitsing in het boeddhisme dreigde tijdens het leven van de Boeddha. En hij wist dat er uiteindelijk door wijsheid en door druk op de monniken te zetten, wist hij dat te voorkomen. En een van de verhalen die hij toen vertelde aan de monnikengemeenschap was het verhaal van Dikavu. Een verhaal dat nog nooit verfilmd is. Maar vandaag in ieder geval wel op video gezet. Ja. Zijn hier nog vragen over? We zijn een beetje...